Van harte welkom bij Writers Unlimited. Een speciaal welkom aan Gerrit Schotten, premier van Curaçao, en de gevolmachtigde minister Sheldri Osipa en de gevolmachtigde minister Edwin Abad en de delegatie. We zijn heel vereerd met uw bezoek, want dit is een belangrijke bijeenkomst. We hebben een lange geschiedenis van dit festival met de literatuur van de Nederlandse Antillen en nu Curaçao, Sint Maarten, Bonaire en Aruba. En we hebben een heel belangrijk punt bereikt. Iets waarvoor we eigenlijk met Frank al jaren op hadden gehoopt. En heel veel mensen uit Curaçao. Dat eindelijk de grote voorvechter van het papiaments zijn meesterwerk in het papiaments zou terugzien. Het boek is verschenen met veel dank aan de bezige wij. En wij konden als festival, omdat we zo lang met Frank zijn opgetrokken in die strijd voor het papiaments, met dictees papiaments die sommigen van u zich nog wel kunnen herinneren, konden we dit niet voorbij laten gaan. Ik ga nu een beetje treden in de positie van de presentator van vanavond, en dat is Ruben Severina. Sorry Ruben, maar ik wilde jou toch ook een keer gaan introduceren, want alles wat wij in al die jaren hebben gedaan met Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Stesha en Saba en Aruba, daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld. En ook Wilma Scheffers, onze redacteur, die ook dit heeft samengesteld. En ik hoop dat dit niet de laatste keer in de rij is dat we dat doen. Want we hebben er zulke goede ervaringen mee. Die samenkomst van iedereen die de eilanden een warm hart is toegedragen. Dat gaan we doorzetten. Dit is voor ons een hoogtepunt. Mijn grote vriend Frank, die al die jaren met ons mee is gereisd. Ook op tournees naar Indonesië, naar Zuid-Afrika. Ik herinner me nog hoe Frank de Javanen uitlegde hoe je danst. We waren in Jakarta en het was aan het einde van de literaire avond. En toen kwam er een Sumatraanse dansgroep. Nou, degene die iets van Indonesië weten, dat de ingehouden Javaan het tegenovergestelde is van de Sumatraan. Als die muziek gaat maken, dan gaat het swingen. Maar de Javanen die daar stonden, luisteren naar de Javanen, ja, dat ging wel een beetje bewegen en allemaal heel sierlijk. Maar Frank werd daar wat onrustig van. En er waren heel veel mooie vrouwen, sorry Trudy. Waaronder een danseres uit Australië die ook een beetje onrustig werd. En Frank nodigde haar uit en begon te dansen op die muziek. Er vormde zich een enorme kring van Indonesiërs die met open mond stonden te kijken. En toen begonnen mee te klappen. Ik kon het je niet nadoen. En dat is nog niet zo lang geleden, Frank. Dat is een van de vele herinneringen. Het was geweldig om met jou op reis te gaan. En je hebt ons zoveel gegeven en zo geïnspireerd en geholpen bij het bouwen van dit festival. Vooral door goed na te denken over de rol van taal en de rol van cultuur. Dus ik vind het fantastisch dat je er bent. En nu geef ik het woord aan Ruben. Dank je, Ton. Dank je. Bonocci, Pontadi, Portano Corsao, word ik hier. Oh, sorry, Nederlands. Daar gaan we over. Allebei. Mag allebei. Oké, wat gaan we vandaag doen? Nou, Ton heeft al een beetje gras weggemaaid van mijn voeten. Doet er niet toe. We houden ons staande. Vandaag gaan we het hebben over Frank. We gaan het hebben over dubbelspel. Overigens heb ik dit meegenomen. Mensen die in Nederland wonen zullen dit wel herkennen. Stamt uit 2006. Weet je nog? Toen werd voor het eerst deze actie begonnen. Nederland leest. En ze hebben het boek van Frank Dubbelspel uitgekozen om in 1 miljoen exemplaren te verspreiden. Gratis te verspreiden. Dus ik denk, Frank, dat heel wat mensen jouw boek hebben gelezen. Zelfs ik. Intussen. Na 40 jaar. Voor het eerst. Maar doet er niet toe, het is een mooi boek. En het is alleen maar goed dat het ook nog vertaald is in het Papiamento Changa. Wow. We gaan het over Changa hebben en we gaan het straks over het dubbelspel hebben. Ik zal ze even wegdoen. En ik hoop dat als ik straks terugkom, dat ik ze ook vind. Overigens zijn we ongeveer 20 minuten te laat begonnen. Nou, het programma van hiervoor die duurde iets langer. Dat is on-Curaçao's lang. Normaal doen we maar een kwartiertje over.
Ik heb zo'n beetje de mening dat Nederland doorslaat, maar doet er niet toe. Doet er niet toe. Wij kunnen ermee leven. Voordat we verder gaan, wil ik nog dit zeggen. Vandaag is het ongeveer een maand geleden dat Frank jarig is geworden. 75 jaar, dacht ik, hè? Het is ook. 75 jaar en nog steeds staande en nog steeds de lucha. Wij gaan vandaag spelen, ook rond jouw verjaardag, maar oké, dat zien we zo direct hoe alles doorgaat. Maar ik wil eerst Frank uitnodigen om enkele gedichten voor te dragen. Frank, kom je? Goedenavond. Ik zal niet te veel tijd besteden aan iedereen noemen die genoemd moet worden. Ik heb gevraagd aan mijn vriendin om te zorgen voor het licht. Want in Indonesië zou ik ook voorlezen. En toen zouden er voor het licht gezocht worden. En toen was er blauw licht. Helemaal grote zaal voor blauw licht. Maar geen licht om voor te lezen. Nou, Tom komt zelf om aan te helpen. Dus ik wou maar zeggen, als ik een beetje hakkel, dan is het niet aan mijn kennis van het Nederlands, maar aan het licht. Dus we gaan het proberen. Want het papier is bleek, het voor kopieën en zo. Maar ik denk toch dat we eruit komen. Ik hou van economie. Economie is een sprookje. Ze is belangeloos als een dichter en zij kan zelfs waar zeggen. Economie kan kaart lezen en ze kan kaart leggen. Maar economie kan niet kaarten en is daarom ook niet volledig. Zoals de dichter die daarbij een kaartspeler is, zo is economie dus ook een wonderdoener. Als patiënten van psychiaters, die tevens mensen zijn, want zij zijn ook zieners. Ik ben die al die doeners bij elkaar doe, die dan ook zo wonderwel te doen ben, zeggend wat iedereen al weet, want economie heeft al lang voorspeld. Eens zal poëzie ook duurder worden, mensen. Paarser op haar beurt en schaarser. Voor de prijs van poëzie komt dit op hetzelfde neer. Die prijs van goede poëzie zal waarschijnlijk liggen ver boven de prijs van goede prostituees. En die zijn al zo duur per uur tegenwoordig. Ik zal Tweede gedicht dat ik lees. Hoop. Een huis op een heuvel met de loper naar de dal. De ramen wijd open. En uit de open ramen die zich zo ver uitstrekken, vliegt de zondag de zee op voorbij ons dal. Dit is Curaçao. Die zee op, de mensen bidden gebogen over een zwarte kruimerende domino stenen. En vraag zal die doorgaan. Waarom? Ja, misschien dat jij het beter ogen hebt en er langer mee op gewerkt. Dan doen we het samen dan. Oké. Nee, hier, hoop. Een huis op een heuvel met de lopers naar het dal, de ramen wijd open. En uit de open ramen die zich zo ver uitstrekken, vliegt de zondag de zee op, voorbij ons dal. Dit is Curaçao, die zee op. De mensen bidden gebogen over een zwarte kruimels domino stenen. Ze leggen daarop hun zorgelijke zwarte hoofd, om te leven, maar van wat er komt. Komt er wat? Ze doen hun ramen niet eens meer open.
komt er dan niets meer onder hun raam. Mensen zijn overal dromers, ook mijn mensen, en ze horen het te zijn. Ze bidden gebogen in het dal van hun zorgen en in de hete zon van hun zwarte domino-stenen. Ik daal naar ze af, als zeer soepele lange handen. Rijk ik, buk ik, rijk ik, geef ik wat ik heb. Buk ik op de juiste plaatsen. En ik ben al bezig hun zwarte stenen als diamanten af te wegen in mijn hand. En nu moeten we, ik hoop met mij, zullen we dat doen? Ja. Ik ga niet vechteren. Ik heb een vraag of het licht niet beter is. Hè? Oh ja, misschien. Op de tafel. Ja, dan moet ik wel aan de tafel gaan zitten. Ja. Maar papiamento lezen is moeilijker te zorgen. Het is wel donker hier, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, we gaan er doorheen. Ja, oké. Okay, eerst heb je de gedichten zijn. Hè? Ja, dan ga ik hier. Heb je ze drie? Heb je? Dank je, Frank. Weet ik, er is het een bon final. Is het een bon final? Oké, bien que zongen dan. Thank you.
mama in the blue, the short, the super area, in the land of Sophia, the slop, the aggressive, the slava, the land that he had to keep, but they get a super mind to fire. Well, as in a abotamica, translocata by the rabble, mientras a mi teleoya, that to post alcanzado, si sucede tu voloda, the pavo de seo, tu si, si amable. Mi mamá para mí es un chico criatura lamentable. Así que yo me deza para vos triunfar de mi lucha para jugar. Basta ahora, ahora y vos también ven y diré a mi mamá. Gracias. Voor mij, Bolanta Frank, voordat je weggaat, Frank, heb ik toch twee vragen. Heb jij deze teksten geschreven? Van wie? Van wie heb je ze gestolen? Ik heb ze ontdekt. Oké. Frank, masha dankie. Masha dankie. Straks komen we terug bij jou. Ik heb een vraag aan de zaal. Zijn er mensen in de zaal die geen papiamento verstaan? Oké. Er zijn mensen in de zaal die geen papiamento verstaan. Maar ik zie dat deze mensen vrij strategisch zitten. In de zin dat er steeds iemand naast hun zit die wel papiamento spreekt. Dus mocht het zover komen, vraag gerust aan je buurman of je buurvrouw. Wat zeggen ze nou allemaal? Nou, het meeste zal vertaald worden. Dus wat dat betreft kunt u een eind weg. Maar als je het nog steeds niet begrijpt, geef een centje. En de buurman of de buurvrouw, of ik, zal dan toch wel iets zeggen. Ik wil op mijn beurt de minister, de premier van Curaçao, welkom heten. De gevolmaagde minister van Aruba, gevolmaagde minister van Curaçao en plaats van gevolmaagde minister van Curaçao, dacht ik, is er ook bij. En mijn nicht is er ook bij. Zal me niet zeggen wie dat is, maar mijn nicht is erbij. Mensen, wat gaan we doen? We gaan nu spelen. Ik wil naar voren roepen in de tussentijd Erik Molina. Erik Molina zit ergens in de zaal. Erik Molina komt uit Bonaire. En dat kun je zo horen, dat hij uit Bonaire komt. Niet alleen omdat hij een Bonaireaans accent heeft, maar omdat hij ook Bonaireaan is. Dus Erik, kom maar naar voren. Hij gaat me zo direct corrigeren, dus zit er ook in. In de zaal hebben wij ook zitten Gilbert Wawu. Gilbert Wawu, typische Curaçaose naam, komt uit Curaçao. En Gilbert Wawu, die heeft... Neem maar plaats, Erik. Gilbert Wawu, die heeft lange tijd als bestuurslid van Winternachten geweest, werk gedaan.
En hij was ook staatsraad en een heleboel andere dingen meer. En vandaag treedt hij dan in de voetsporen van een vertaler. Oeh, ben benieuwd. Uit de zaal komt ook nog aanlopen Olga Orman. Olga komt uit Aruba. Ik bedoel, de naam Orman is zonder meer een Arubaanse naam, dacht ik. En als enige dame van de trio zal ze natuurlijk in het midden gaan zitten. Nou, deze mensen hebben wij gevraagd om een paar zinnen uit Dubbelspel te vertalen. En deze zinnen werden dan uitgekozen door iemand anders die in de zaal zit. En dat is dan niemand minder dan Igma van Putten. Igma komt ook naar voren. Igma zal vandaag de jury zijn. Haar woord is heilig, wat dat betreft. Niet alleen omdat het Igma is, maar Igma heeft een hele lange staat van dienst als het komt om op vertalen van Papiamento, van Nederlands naar Papiamento naar Nederlands. Neem maar plaats, Igma. Igma die heeft ook boeken geschreven, leerboeken geschreven. Ze heeft ook woordenboeken geschreven. Dus als we het hebben over Papiamento, dan zit het denk ik in goede handen bij Igma, wat de kennis betreft. Daarom vandaag haar woord zal dan wet zijn. Nou, zoals ik zei, deze mensen hebben een paar zinnen voorgeschoten gekregen, 11 zinnen. En die moesten ze gaan vertalen. En we hebben natuurlijk gehoopt dat ze die zinnen hebben vertaald, zonder dat ze stiekem in Changa gingen kijken. Nou, gelukkig lijkt dat niet het geval te zijn geweest. Wij gaan zo direct kijken wat ze hebben gedaan. U in de zaal mag natuurlijk ook uw mening geven. U mag ook zeggen wat u denkt van die vertaling. U mag uw eigen vertaling geven. En wij zien hoe ver we uiteindelijk komen. Laten we eerst beginnen met de eerste zin die uit Dubbelspel is gehaald. De helling tussen Fields huis en dat van Manchi was onbebouwd. Doorsneezin. Ja, helling en een huis en onbebouwd. Doorsneezin. Ik ben benieuwd wat de vertalers ervan hebben gemaakt. Nou, we gaan eerst eventjes kijken naar de vertaling van Olga. No tabat in kas riba e bahada entre kas di fil yesun di manchi. Bahada, helling. Is dat iets Arubaans, Olga? Oké. Hoe vond je deze zin om te vertalen? Oké, dat is de vertaling. Ik zie de mensen in Roegeroezemoezemoezem. Dat is goed. We gaan kijken naar de tweede vertaling. Dit is wat Erik Molina van heeft gemaakt. Met een C, Erik met een C. Ebahada entre ekas di fil i esung di manchi notabat in construction arriba. Erik, kun je iets vertellen over jou? Want ik zie dat jij ook uit Aruba komt misschien. Want je hebt ook Bahada. Oké. Kun je iets vertellen over jouw vertaling? Nou, ik verweet dat ook bij onderhoud. Dat heb ik zo van gemaakt. Er is niets geconstrueerd. Dus daarom heb ik een constructie van gemaakt. Want onderhoud ken ik niet. Ja, ik had ook eigenlijk de context. Ja. Oké. Spanarik. Zie je, Erik? Nou, we zien wel. Laten we kijken wat Gilbert ervan gemaakt heeft. Gilbert Wawu, afkomstig uit Curaçao. Lange tijd gewoond in Nederland en in de wereld ergens. Gilbert.
Ja. Ik heb dezelfde problemen gehad over onderbouw en helling. Nou ben ik dus van Curaçao, maar ik heb eigenlijk een vader die zijn navelstreng heeft op mijn spink. Aha. Dus als wij over een berg praten, praten we over een Pia-diceren, een Barrica-diceren, een Cabeas-diceren. En ik heb gezegd, helling is dus Barrica-diceren. Dus heb ik gebruikt dat er dus op de Barrica-diceren dat er geen huis was. Oké, netje. En voor de rest geen problemen meer? Nou, onderbouwd heb ik dus opgemaakt, not dat het niet kan. Oké. Okay. Nou krijgen we eventjes alle drie vertalingen op rij. En we kunnen nu vergelijken. En ik ben benieuwd of er mensen in de zaal zijn die een gok willen wagen. Zijn deze vertalingen goed? Heb je een eigen variant? Dat kan, natuurlijk. Dat kan. Wij kijken niet naar spelling. De spelling is nu van minder belang. Wij kijken niet naar spelling. Niemand durft. Niemand durft. Of, ja, ja, zeg het maar. Oké, na subida, que no na bajada, pero na subida. Oké. Jorge. Ik wil mijn vriend anders citeren, want toen hij sprak, gebruikte hij het woord eetje. Dus dat kindere eka, die eet is weg. Oké. Want de kast is gegeven, die is niet weg. Oké, dus het lidwoord. Kijk eens. Simpele, doodeenvoudige zin. Kijk hoeveel dingen er nou intussen zitten. Zijn er nog meer mensen die... Ja, mevrouw, nee? Ah, het lijkt wel de school, hoor. Nou, ik ben benieuwd wat onze Igma van vindt. Barrica. Bahada of Barrica, die serum in de kaas die viel, die is om die maand. Dus dan kun je eerst voor de andere leggen. Dat is een van de problemen die ik steeds tegenkom als ik vertalingen zie, vertalingen in het Nederlands. En overal waar je het Nederlands een lidwoord staat, vertaalt men ook een lidwoord in het parlement. Terwijl je dan ook een heleboel plaatsen weg kunnen laten. Dus dit is een tip voor iedereen die vertalen. Oké, als jullie het goed hebben begrepen, jullie zitten nu in een cursus. Cursus vertalen. Alwin Toppenberg. Je bent het vrij of je bent het niet. Of je bent het niet. Alwin Toppenberg. Sí, pero sin E. Zonder E. Zonder E. Oké, nou, ja. Ik heb iedereen laten spreken, want ze hebben niet gelezen wat er staat. Er staat een fiel. Er staat geen fiel. Ja, maar we kijken niet naar de... Ja, we kijken niet naar de spelling. Nee, het gaat om de uitspraak. Ja, nee, oké, maar we kijken niet naar de spelling. Had er een F-I-L. Klopt, maar we kijken even niet naar de spelling. Dus, maar het is... Juist. Juist, dan komen we nooit klaar en dat zou verkeerd zijn.
Wij zien dus, vertalen is niet iets wat omdat je een taal spreekt, dat je het dus zou kunnen doen. Nee, vertalen, en dat is nou juist het leuke van taal, want met taal kun je spelen. Het gaat om het zoeken van de juiste nuance. En ja, het is een en al spel. Een en al spel. Dat zijn allemaal dingen die ik van Frank, onder andere van Frank geleerd heb, dat je talen moet zien als spelen. Spelen, of niet, Frank? Ik bedoel, ik heb dubbelspel gelezen, dus... Mensen, we gaan even kijken naar de tweede zin. En misschien komt je opmerking weer. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Juist. Ja. Maar, wat nu gaat gebeuren is, hoe heeft de vertaalster, Lucille Berry-Hassett, hoe heeft zij deze zin al vertaald? En daar gaan we niet over praten, u krijgt het te zien. En dan stappen we naar een andere zin. Oké, dus als jullie straks Changa gaan lezen, dan komen jullie deze zin tegen. Wij gaan naar de volgende zin. Deze zin is ook door Igma uitgezocht. En Manchi was in tegenstelling tot het merendeel van de Wakotanen niet katholiek. Nou, Wakotanen zijn de mensen die in Wakota wonen. En Wakota is dan de plek op Curaçao waar het verhaal zich afspeelt. Dus Wakota is dan... Ik ben straks benieuwd hoe je aan die naam bent gekomen, Frank, maar dat is voor later. De eerste vertaling, dat is van Olga. Contrari na e majoria di Wakotano nang manchi notabata cattolico. Oké. Okay. Olga, wil je iets kwijt? Ja, oké. Okay. Ja, nee, we praten niet over Lucille. We praten over jouw vertaling. Over Lucille discussiëren we niet. Oké. Erik, wat heb je ervan gemaakt? Oké. En dan het oké. Mensen, ik snap jullie enthousiasme, maar laten we eventjes luisteren, ja? Oké. Oké, mooi zo. Oké. Oké. Okay. Gilbert. We gaan eerst naar Gilbert kijken. Ja, ik
Samaritano, sì. Oké. Okay. Nee, nee, je bent het niet, Jill, want je kijkt met die ogen. Je moet met het argument doen, met Andriaans ogen, dus als ogen. Dan kun je dus die goede zaak vinden, dat is een levendige. En dat mag. In één zin kun je het papierin, dus alle verleden van tegenwoordig. En daarop snapt niemand ons. Nou, ik geloof er niks van, Frank, want wij begrijpen elkaar wel. Of Frank, ik bedoel Gilbert. Maar ik geef Igme gelijk, niet omdat Igme het is, maar inderdaad, want de mensen zijn nog steeds katholiek dus. Dus dan ga je dat niet terugtrekken naar het verleden. Ja? Maar het is een spellingskwestie, dat is geen vertaalkwestie. Oké, okay, heb je nog iets, Igma? Ja, nee? Wie A zegt, moet B zeggen. Igma, voordat je reageert, Jorge, Labadi, Solano. Oké, okay, dus straks ook niet. Straks ook niet. Nu of nee, of nooit. Oké, wat zien wij dus, mensen? Vertalen is oorlog. Oké, okay. Wij gaan zien wat de vertaalster, Lucille, ervan gemaakt heeft. Contrali na majoria di wakotano, manchi no ta catolico. Oké. Dat is duidelijk, Igma. Dat is duidelijk, hoop ik. Dat is duidelijk, hoop ik. Nou, we gaan eventjes iets anders doen. We gaan de volgende zin projecteren. Dit is dan de zin uit Changa. Uit dubbelspel bedoel ik. En wie in de zaal, uit de zaal, waagt nu om dit te vertalen? Wie heeft voldoende lef, om
denk eraan bij vertaling eigenlijk nu, wat wij nu aan het doen zijn, dit spel, er zijn geen verliezers. Wij spelen omdat het leuk is. Er is misschien een betere vertaling mogelijk, maar het gaat om leuk. Mevrouw. Nee? Oh. Nee, daar gaan we niet over praten. Dat is de zin. Dat is de zin. Wie wacht het? Jongeman. Zeg het maar. Oké. Okay. Jongeman, zeg het niet. Nou, dan gaan we kijken wat de vertalers van hebben gemaakt. De eerste, Olga. Nou, zie. Limpie. Oké. Dus er moet toch een limpie bij. Oké. Erik. Verlustig, hè? Kijk, verlustig. Kijk, nou wordt het poëtisch. Wat zei je? Oké. Balubi daar limpie door. Oké. Gilbert, wat heb je voor ons? Oké, okay. Ik heb met dit oor heb ik in de zaal gehoord, Goos is niet verlustig. En wie zei dat? Wie zei dat? Oké, okay. Jorge, wat is er dan? Nee, wat is er dan? Oké, Sakajaitu. Oké, Sakajaitu. 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 Ja? Oké. Ik zie Frank knikken. Er zijn maar 2-3 mensen die... Oké, maar ik snap het wel. Ja, doe maar. Aha, mente, ja. Oké, in mente, no? Kun je dat alle drie voor Ja, in mente, no? Totaal mente, of completamente, oké. Okay. Igma, wat heb je voor ons? Als jullie goed naar. Als jullie
IGMA. Mensen, IGMA. Als jullie goed naar IGMA luisteren, dan zeggen ze steeds, ik zou dat niet doen. Ik zou vertalen is, hoe dan ook, iets persoonlijks. Hoe dan ook, iets persoonlijks. Oké. Natuurlijk. Oké. Okay. Memoria Tamasco Morto. In memoria. No, no, no. No, ortografia, spelling is vandaag niet ter sprake. Misschien volgend jaar gaan we daarover oorlog voeren, maar dit jaar niet. Gilbert? Waar? Waar? Ja, ik weet niet meer waar, maar dus ik dacht, het is niet even een herinnering, het was de hele nacht. Mm-hmm. Oké, okay. Ik ben benieuwd wat Lucille van heeft gemaakt. Ja, en zoals de rijdende rechter het zegt, dit is het en dit, hier moeten we het meedoen. Olympidee, Olympidee. Nou, Olympi, Olympi, maar Olympidee. Oké, wij gaan eventjes naar de volgende zin, maar voordat we dat doen, voordat we hiermee beginnen, heb ik een vraag. Dubbelspel kun je vertalen met in changa, als je domino speelt. Oké, kun je eens vertalen in changa, niet waar? Maar is changa ook dubbelspel? Nou, wat dan? Explica. Wat nog meer dan? Wat nog meer? Oké. Oké. Is iets om over na te denken? We gaan naar de volgende zin. En straks kom ik erop terug. Meer. Oh, een weer ingewikkelde zin. Denk ik dan. Meer. Voor zover het hem aanging, was er op dit moment al geen sprake van een verhouding. Nee. Dat is meer nog. Meer. Masaïna. Ik verklap dingen. Oké. Okay. Wat heeft Olga hiervan gemaakt? Hoe heeft Olga dit vertaald? Aung Mas. Praat alsjeblieft in de... Het is handig om even een voorgaande zin op te nemen voor het verstandig. Dus dat lekker was. En deze zin gaat vooraf. Bovendien voelde hij zich, wat zijn verhouding tot Noren betreft, veiliger dan ooit tevoren, omdat hij besloten had ermee op te houden. En dat kwam meer voor zover het gaat. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is Olga's vertaling. Olga, wil je iets aan toevoegen? Dat
ander woord dan voor de Aziat die je gebruikt. Dus het is een stekker van de oma, alle woorden van de oma. Dus misschien is het aan de baas. Je probeert je zo wat af te maken, hè? Oké. We zien wel. Mensen, laten we alsjeblieft. Ik snap dat, dat jullie zo direct alles gaan verklappen wat jullie nu aan het bedenken zijn en bekocht over zijn. Maar laten we eventjes luisteren naar de vertalers. Erik. Oké, Gilbert? Nou, het is inderdaad een van de moeilijkste zinnen die wij hebben gekregen. Je kunt inderdaad gaan denken zoiets van, is het maatschap? Of is het een maatschap? Of een maatschap? Of een maatschap? Maar dat is echt een fundamentele last, zoals wij het spreken op andere vormen. Ja. Ja, dat is hoe ze hebben we zo net ook gehoord. Oké. Krijg ze alle drie? Strenge juf. Mensen, wacht even. Nee, wacht, ik maar. Iemand uit de zaal, een nieuwe. Alsjeblieft, mevrouw. Ja. Ja? Oké. En jonge man weer. Ik moet tenminste gewoon... Je zei jonge man. De andere jonge man, alsjeblieft. De andere jonge man. Oké, Alwin? Massa Inda, Isubanda, notamment dat ik al moment op de relatie. Oké, Jill? Oké. Senora? Oké. Mas, Jorge? Oké. Prima. Oké. Igma. Voor zover ik dat aangeef, die Subanda,
ik zou pardon, ik heb dat ook of de passiner wil dat ook een jam is. Die zou ik niet gebruiken, maar die Subanda, die Subati, Peer, dat kan ook Peer, notamatin, ningún question, notamatin question, die relation van, no por apatia, die een relation was, of de relación. Maar ik maar. Laten we gaan kijken wat Lucille van heeft gemaakt. Es más, su parte, en el momento aquí, ya no por papi de relación más. Klaar? Nee, gaan we niet over praten. Oké, schrijf het op. We lezen dat morgen in de krant. Ah, oké. Dank je. Of por apapia. Ja. Tabon, wij discussiëren niet over Lucille. Wij gaan naar de volgende zin. We hebben 11 zinnen geselecteerd. En wij zitten nu pas op de 5e. En dit zal ook de laatste zin zijn. Daarom wil je helemaal doorscoren naar alle drie? Alle drie vertalingen? Ja, van deze zin. Deze zin, we hebben ook aan Lucille gevraagd om een paar zinnen te geven waarmee ze problemen had of waarmee ze dingen had bij de vertaling. En van die zinnen heeft Igma weer een paar geselecteerd. En dit is dan één van die zinnen. En jullie zien gelijk hoe deze zin vertaald is. En we zeggen even niets en jullie mogen over nadenken en we horen zo direct van jullie wat en hoe. Oké, wie uit de zaal, en ik zou het op prijs stellen, als het eventjes mag zijn... Meneer Schotten. Wat denkt u van die vertalingen? Tadadadam. Oké. Tippa trase, ja. Floor. Kijk, wat zien we weer? Je moet de zin in de oorspronkelijke taal juist kunnen interpreteren, opdat je tot een juiste vertaling kunt komen. En Frank, weet je het nog, na 40 jaar? Juist. Dus. Juist. Oké, dat is duidelijk. Dus suggestief spel tussen Mindy en zichzelf. En nou moeten de vertalers het hiermee gaan doen. Nou ga ik gelijk helemaal terug naar Igma.
Dus ik zal de vertalers maar niet vragen wat ze hebben gedaan en zo. Staat erop geschreven. Ik maar. Oké, okay. Maar, oké. Okay. En wat is jouw vertaling dan? Nee, ik maar. Ja, ik maar eerst. Oké, okay. Ik zie dat een paar mensen daar niet. Oké, okay. Wat zaak ik om mandje pensa? Oké. Oké, ik kan ook jaar contesta. Oké, is het een boot traduction? Oké, caballero. Oké. Ja. Oké, okay. Meneer Schotten. Meneer Schotten. Mensen, moeilijk dus. Vertalen is niet iets wat je 1, 2, 3 doet. Dit is precies een goede zin om dit spel mee af te ronden. Want niet dat wij tot een einde komen van deze bijeenkomst. Maar we krijgen iets anders. Ik wil... Oh, sorry, Lucille. Nou, Lucille. Dank je, jullie zijn attent. Frank? Sorry, laat me weer in mijn. Wat ik zelf interessant vind van deze acteurs, is dat zij heel veel denken. Het boek is eigenlijk bedoeld om te laten zien dat Antillianen kunnen denken. En dat kunnen zij zeker. Ik wil de vertalers wil ik hartelijk danken en natuurlijk Igma ook. Hartelijk dank voor jullie inbreng en voor jullie zweet. Want ik vermoed dat jullie een paar uren hiermee met deze 11 zinnen bezig waren. Dus maar zo zien wij ook hoe veelzijdig taal kan zijn. Want iedereen had weer andere vertalingen en gebruikte andere woorden. Dus dat laat ook zien hoe rijk de taal zelf kan zijn. Wat gaan we nu doen? Ik heb in het begin gezegd dat Frank een maand geleden ongeveer 75 jaar geworden is. Maar uitgerekend vandaag, 21 januari, zijn ze weer jarig. En niet alleen Frank, maar ook Trudy in die zin dat het vandaag 50 jaar geleden is dat ze getrouwd zijn. 35 jaar geleden is. 35 jaar geleden is.
dat ze getrouwd zijn. En het is natuurlijk een heugelijk feit. Jarig zijn, jarig worden, boek vertaald. Overigens is dubbelspel niet alleen in het Papiamento vertaald. Ook in het Engels, ook in het Zweeds. Ook in een paar andere talen. Duits. Dus wereld. Japans ook of zo? Nee, nog niet? Ja, wie weet. En Chinees. Ja, dat zou leuk zijn om het Chinees in de Chinese vertalen ooit. Zou leuk zijn. Grote markt. Oké. Okay. Omdat het echtpaar vandaag 35 jaar getrouwd zijn, wil de dochter 35. Ja, dat zei ik toch. 35 jaar geleden getrouwd is, wil de dochter een hommage aan de ouders plegen. Brengen. Kom je? Ja, mijn boeken. Komt u hoor? Ja. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Margie Martinez. Ik ben de dochter van Frank en Trudy Martinez. Ik wil door mijn zang vanavond jullie feliciteren. Met 35 jaar huwelijk. Dat is een long time, hè? Huh? Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het eerste liedje wat ik ga doen heet Atardi. Het is van Rudy Platen. Oh, of course. Mijn gitarist is Brian van Putten. Amazing. A tarde de coração tá bonita. Ora com solo tá barra. Ora tudo para da canta feliz, prome cunambai sossega. A tarde para canti playa, um gozo ta llena nos alma. Ta parece conos isla ta alumbro sea bella madre día ay yo pero a tardi también mi tristeza por un día ta llega a su fin ta manera compartimos ta bailando y jamás nos lo volve mire. Pero a tardi también ti tristeza, por un día te llega a su fin. De manera partidimos, te bailando y jamás nos lo vuelve mire. Coração tá bonita, ora com o solo tá pá, ora tur para tá canta feliz, prome cunam vai sossega, a tarde para canti playa, um gozo tá llena
nos alma. Ta parece kunos isla ta halurosea beyama edia ayo. Pero a tardi tan beti por un día te llega a su fin. Ta manera un partitinos ta vayendo y jamás nos lo volve mire. Pero a tardi tan beti tristeza. Vayendo y jamás nos lo volve mire. Da manera un par de ti nos da vayendo y jamás nos lo volve mire. Da manera un par de ti nos da vayendo y jamás nos lo volve mire. Thank you, well. Thank you. Kantika si minti ki emosyonal mi me sa ki. Ora mi kora mi kor sa usu atardi. Awara ki nos tabay switch si urato na Ingles. Anto mi tabay kanto kantika ku mi mama sempre tabata kanta pa mi. Antes no ita gusta tu bebe te pide ay cante cantiga pa mi. Ante llama Summertime de Ella Fitzgerald. Is easy.
Dankjewel. Dat was me echt, toen ik klein was, echt. Mijn moeder zingt dat ook mooi. Ze is een beetje verlegen. Ik wou dat ze hier wou staan om te zingen, maar is goed. Ik doe het voor jou, in jullie naam. En voor jullie ook natuurlijk. Oké, het laatste liedje. Dat is de verrassing voor papa. Want hij heeft een gedicht geschreven. En daarvan hebben ze een liedje gemaakt. En die heet Mitingana di Mirabu. En die is door Denise Jenna. Die heeft een liedje ervan gemaakt. En ik heb het vanavond speciaal voor jou en voor jullie voorbereid. Het is best een pittig nummer, maar heel leuk. Mitingana di Mirabu. Milenga tabati. Tete Michele Boca, di canna di Mirabu, te le un jabón foi mi boca. Mi lenga ta cologa, manera un bestia cansa, mi tingana di Mirabu. Anoche vita mira estrella, pa sobra un dina un portabo, imita quanta estrella di mi gana di Mirabu. Manera cachoco hamber, mi tambe ting hopi hamber. Pa sobra mi nota mi rabu, y mi ting gana di mi rabu, mi ting seti mi rabu. Pa sobra interdia, mi tacana den solo, sin pora ñabu mira. Mi ting hamber di mi rabu, y mi ting seti mi rabu. Jesús, mi ting gana di mi rabu, hopi gana di mi rabu. Mi ting sogno di Mirabu, pa sobra tenga noci mi no posera uovo, si mi Mirabu. Di verde, 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 mi ting gana di Mirabu, ma nera un mucha, pu che mira su mamma. Chi di elo mi Mirabu, mi ting hobby sogno, e mi no posera mi uovo di gana di Mirabu. Manera cacho su toyo, mi tingana di mi rabu, tende mi grita noci, pa sobra mi nota mi rabu. Manera un bestia, lo mi pega mi curpa, canto di bo curpa, ora mi rabu. Asina tanto mi tingana di mi rabu, con mi saluta pa atrás, poco a poco mi tapira malu, chumalu di mi rabu. Poco a poco mi tapira malu, chumalu di mi rabu. Poco a poco mi tapira malu, chumalu di mi rabu. Thank you! Thank you well! Applaus voor Brian ook, hè? Hartelijk dank. Voordat jullie weggaan, nog één klein iets. Morgenavond wordt Frank bij de kunstkring, Haagse kunstkring, wordt eredit. Dus als jullie kunnen zijn, alsjeblieft. En dit boek is hier te koop. Dit boek is hier te koop in de hal.
voor maar €24,50. Ik heb eentje gekocht. Dit specifiek boek gaan wij eventjes geven aan de jongeren die wij denken het meest vurig was tijdens de vertaalactie van Zonet. En dat is geen meneer Toppenberg, maar het is die jongeman die daar van 19 jaar die daar staat. Pavien. En tot volgend jaar.